De kracht van de buurt en ook de overtuigingskracht van kijk eens, zo willen we het en uiteindelijk hebben we het ook zo gekregen. Heel veel initiatief is niet alleen van willen praten, maar ook van doen. De oude speelplaats, die was ongeveer de helft van wat het nu is. En die was omgeven door struiken met grote dorens. Kinderen vielen erin, moeders begonnen te klagen, kinderen huilen, infecties, noem maar op. Toen hebben wij als buurtbewoners een comité opgericht. Toen zijn we langs de deuren gegaan om te vragen hoe de inwoners of de omwonenden de speelplaats zagen. En uiteindelijk hebben we met een behulp van een enquête heb ik op 1 mei 2017 een brief naar de gemeente gestuurd, naar het college, om hier iets aan te doen. Dat heeft nog even geduurd voordat we daar antwoord op kregen. Maar uiteindelijk, na een hoop heen en weer gepraat, hebben wij moeten zorgen voor financiering. Wij hebben verschillende fondsen aangeschreven om geldelijke middelen te krijgen. En wat u hier ziet, dat is het resultaat. Het is bijna een jaar geleden dat we begonnen zijn. En nu, op 20 april 2018, wordt het uiteindelijk geopend. Het is natuurlijk wel hartverwarmend dat er ontzettend veel mensen dit initiatief hebben gesteund. Ja, dat zeker. En ook mensen die hebben meegeholpen. Als u ziet hoeveel tegels hier liggen, dat is door een stratenmaker neergelegd, 1 man. En alle tegels die zijn aangedragen door de bewoners. Dit is ontstaan door een brief van drie van de 5 initiatiefnemers. En die brief die is bij ons terechtgekomen. En die brief dat was eigenlijk een bericht van: wij zijn niet tevreden over de speelplaats zoals die er nu bij ligt. We hebben het over ongeveer 1 jaar geleden. Die niet veilig in de ogen van de bewoners. En daarmee dus eigenlijk ook gewoon niet speelbaar. Terwijl het wel een plek was die heel druk bezocht werd, zowel door buurtbewoners als door kinderen. Zo is het eigenlijk ontstaan. En er werd eigenlijk bij die brief ook een petitie aangeboden. Ze hadden al handtekeningen opgehaald. Zo is het eigenlijk een beetje begonnen. Van januari af tot nu is er gerealiseerd wat u nu ziet. Veel werk is verricht door Frank Verrooyen, de aannemer die hier even verderop zijn bedrijf heeft. Zoals het egaliseren van de vloer en het bestraten. Maar waarbij het bestraten ook het aandragen van tegels weer door mensen uit de buurt is gebeurd.